Mijn naam is Saskia Weijers, ik kom uit Tilburg en mijn bedrijf SWP Productions richt zich voornamelijk op het produceren van bedrijfsfilms, reportages en filmworkshops. Ik ben bezig een nieuwe invulling te geven aan de filmworkshops. Mijn vraag is, hoe kan ik die nieuwe concepten beschermen zodat ze ook binnen mijn bedrijf blijven? Ik ben voornamelijk bezig dus met het produceren van bedrijfsfilms en filmworkshops. Ik sta nu 1,5 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ik ben sinds begin dit jaar fulltime mee bezig. Ik probeer de identiteit van het bedrijf of het product of de dienst op een verrassende en creatieve manier over te brengen aan de kijker. De opdrachten komen uit verschillende hoeken. Vind ik altijd zelf heel leuk, want dan blijft het lekker divers. Filmworkshops is voor mijn eigen bedrijf een redelijk nieuw product. Bij de filmworkshop staat teambuilding centraal. Dus wat ik doe is, doe ik een beroep op ieders kwaliteit. Zodat ik ook echt de rollen indeel van de regisseur, de acteur, de producent. Het kan in de vorm zijn van het maken van een korte film samen. Om te zorgen dat, ze gewoon, ja, dat het een goede krachtige groep wordt. En zo gaan we samen een dag aan de slag. Hoi Saskia. Ik heb begrepen dat je vragen hebt over het beschermen van je ideeën. Er zijn verschillende mogelijkheden voor om je ideeën te beschermen of te registreren. Je kunt ze registreren bij bijvoorbeeld het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom, het BBIE. Daar heb je de mogelijkheid om het online vast te laten leggen. Of je kunt het bij een notaris in een akte van depot laten vastleggen. Dan ligt het voor altijd vast. Er is ook een mogelijkheid om het contractueel vast te leggen, waarmee je het beschermt. En dat kun je doen in een geheimhoudingsverklaring. Mm-hmm. Dat kan je klant dan tekenen en daar neem je duidelijk in op wat er geheim moet blijven. Je kunt daar ook je registratie bij het IDPO bijvoorbeeld in vermelden. En er is een mogelijkheid om in je algemene voorwaarden een geheimhoudingsbeding op te nemen. Waarbij wel belangrijk is dat die offerte of contract wat je met de klant ook afsluit van tevoren getekend is. Ja. Dus dat hij ook daadwerkelijk dat geheimhoudingsbeding heeft gezien. En als ik het bij het IDPO registreer, kan ik daar ook zien of er al aanverwante ideeën zijn, dus ideeën die erop lijken? Ja, dat kun je inderdaad controleren. Je zou daar het beste voor denk ik even contact op kunnen nemen met het BBIE, om te vragen wat voor ideeën er al liggen. Het is ook zo dat je daar zelf naar kunt zoeken. Wat belangrijk is, het is niet dat je idee dan zeg maar automatisch beschermd is, dat er niemand mee aan de haal gaat. Er zijn altijd mensen die misschien jouw idee ergens horen of oppikken en het dan gaan uitvoeren. Nou, die controle, ja, die kun je bijna niet zelf doen, want dat kost je veel te veel tijd. Maar je hebt wel een bewijslast als je het vast laat leggen dat jij op dat moment als eerste het idee had. Het is voor mij heel duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor mij. Ik weet niet of het nu heel nuttig is om het vast te laten leggen gezien de controlefunctie. Wat ik wel ga doen is even kijken op het IDPO op de site of er ideeën zijn die heel veel lijken op wat ik ga ontwikkelen.